Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en we zitten hier altijd in de studio met mensen die ergens een passie voor hebben. Vandaag zit ik in de studio met Françoise en Françoise, ik vind het lastig om te omschrijven. Waar heb jij een passie voor? Want volgens mij is het best veel. Een passie voor groei, een passie voor ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Passie voor uitdagingen aangaan. Nou, gaan we het daarover hebben. Françoise, welkom in de studio. Dankjewel. Maar wie is Françoise eigenlijk? Ja, wie ben ik? Nou, ik ben in eerste instantie Françoise Freriks. Ik ben 45 jaar. Ik heb 2 kinderen. Een hele lieve partner. Dus dat is wie ik ben. Maar als je vraagt van wat nou echt bij mij hoort, dan is dat echt dat ik een doorzetter ben. Ik hou van uitdagingen. En ik maak, zoals ik het vanmiddag met iemand besprak, van mijn shit een hit. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dat vind ik nou een hele mooie. Van je shit een hit maken. Dan gaan we het daar eens over hebben. Ja. Jij hebt wat mij betreft een heel bijzonder verhaal. Wil jij dat verhaal eens met ons delen? Ja, natuurlijk, want daar zit ik hier voor. Ik heb op 3,5-jarige leeftijd een herseninfarct gehad. Dus ik ben toen linkszijdig verlamd geraakt. En gedurende mijn jeugd is mijn linkerkant spastisch geworden. Dus er zit altijd kracht in. Ontspannen gaat heel erg lastig. Dus als ik er nog een keertje stress overheen krijg, dan is dat eigenlijk dubbelop. En ja, daar heeft mijn lijf soms een uitdaging bij. Dus wat dat betreft heb ik in de lengte van mijn leven heb ik al heel wat uitdagingen aan mogen gaan daarin. En je kan zeggen dat ik daar redelijk mee deal. Nou, je zit hier inderdaad in de studio. Je ziet er fantastisch uit. En voor zover ik weet doe jij ook nog heel veel dingen. Maar daar gaan we het later over hebben. Ja, je krijgt op 3,5-jarige leeftijd krijg je een herseninfarct. Daar hou je dan uiteindelijk een spastische, na de verlamdheid, een spastische arm aan over. En been, ja. En been. De linkerkant, ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik weet eigenlijk niet beter. Ik was zo jong. En dan ga je eigenlijk verder. Je leert opnieuw lopen. Je leert alle dingen opnieuw. En je kan op dat moment nog niet echt zeggen of dat je links of rechts handig bent. Dus je gaat dat eigenlijk allemaal opnieuw leren. En als je zo jong bent, dan is het eigenlijk net alsof je anders niet weet. Alleen, je weet natuurlijk ook niet hoe je daarvoor was. En het verschil daarin zit hem dat ik toen dat ik in 2014 een fietsongeluk heb gehad en ik een heel revalidatieproces gehad heb, dat ik toen pas echt besefte van oké, sommige uitdagingen die ik ben aangegaan of dingen waar ik in het dagelijks leven tegenaan loop, dat heeft echt met de restverschijnselen van het herseninfarct te maken. Dus ik heb eigenlijk pas in 2014, hoe oud was ik toen? Eind de 30, denk ik. Ik moest even nadenken. Geeft niks. Heb ik pas gemerkt dat echt aan de restverschijnselen lag en niet aan, aan mezelf, laat maar zeggen. Dus dan worden er ook wel een heel veel dingen duidelijk en kun je het ook een beter plekje geven. Ja, je wordt dus dan op zo'n moment natuurlijk opnieuw geconfronteerd met je lijf, met je mogelijkheden. Ja. En een paar kleine onmogelijkheden, of kleine lastigheden misschien wel. Ja. Is dat misschien een betere uitdrukking? Je zei net ook, je reageert heel erg op stress. Vooral de linkerkant bij jou natuurlijk. Mm-hmm. Hoe moet ik me dat voorstellen als... Spasticiteit is iets natuurlijk wat ongecontroleerd is. Het zijn ongecontroleerde bewegingen. En dat betekent dat als ik zenuwachtig ben, als ik gestrest ben, bij een ander die kan dat redelijk verbloemen. Ik kan dat niet verbloemen. Bij mij kun je gewoon zien dat mijn arm strakker gaat staan, dat ik wat moeilijker gaat lopen als ik of gestrest ben of moe ben. Dus dat is voor mij iets moeilijker weg te steken als dat het bij een ander is. En het feit dat om dan weer terug in de ontspanning te komen, daar gaat gewoon een hele tijd overheen. Dat heeft dus gewoon meer tijd nodig bij jou. Ja, heeft meer tijd nodig. Dan bijvoorbeeld bij mij of een ander. Bij een ander kan het bijvoorbeeld met een meditatie zijn of met eventjes een kwartiertje rust dat het weer oké is. Bij mij gaat daar wel een aantal uren overheen. Ja.
Ja, ja, het is een uitdaging om daarmee te leren omgaan. Maar ja, weet je, elk lijf heeft zijn uitdagingen en ik weet niet beter. Dat is waar. Maar ik heb daar wel in de afgelopen jaren heb ik daar natuurlijk heel erg veel in geleerd. En ik blijf daar ook in leren, want ik vind het heel belangrijk dat je je lijf leert kennen, dat je naar je lijf leert luisteren en dat je manieren gaat zoeken om het te ondersteunen om zo goed mogelijk of een stukje chronische stress weg te kunnen laten, zodat je daar wat meer rust in hebt en wat meer balans. Nu hebben we een paar foto's van jou met een stuk arm, zeg maar. Een spalk. Dit zijn de foto's van toen jij net een herseninfarct hebt gehad. Ja, het is redelijk confronterend voor mij om naar te kijken. Dus ik richt mijn blik op jou. Ja. Ja. Nu zie ik, ja, jij hebt hem natuurlijk levendig meegemaakt natuurlijk. En voor jou is dat natuurlijk heeft een heel andere emotie dan dat voor mij heeft natuurlijk aan die foto. Ja. Maar ik zie natuurlijk wel dat daar iets anders is dan, dat het niet op de goede manier is natuurlijk. Want ja, je ligt daar in een bed met de nodige dingen, zeg maar. Dus dat is, ja, dat is niet in orde, dat zie je inderdaad wel. Ja. Maar jij hebt in... dit is een foto van jou, volgens mij, dat je een... Ik heb een berg beklommen toen was in 2017. Wauw. Ja, ik had mijn revalidatie gehad en ik wilde heel graag mijn lijf weer in topconditie. Ik wilde mijn lijf weer een stapje verder krijgen, uitdagingen aangaan, groei. Ja. En ik heb dat gedaan door een berg in Tsjechië te beklimmen. Ja. En daar heb ik een jaar voor getraind. En samen met een groep zijn wij... En op dat moment bereikte ik net de top. Dus dat was geweldig. Dat was mooi om te zien. Ja. Maar we hebben toch nog de foto hierna. Dacht ik dat de foto is van jou met de hand. Ja, kijk, spalk. Wil je daar eens iets meer over vertellen, over die spalk? Ja, natuurlijk wil ik daar wat meer over vertellen. Ik heb in 2012... iedereen legt daarin zijn weg af... En er werd tegen mij altijd gezegd van, nou weet je, dat zul je moeten accepteren. En heel veel mogelijkheden en groei gaat er niet in zitten voor jou. En in 2012 was ik eigenlijk zover om naar mijn eigen innerlijke stemmetje te luisteren. En dat gaf aan dat er wel degelijk wat mogelijk was. Maar dat ik iets harder moet zoeken als een normaal mens niet, maar als dat iemand die gewoon naar het ziekenhuis toe gaat bijvoorbeeld. Dus toen ben ik een revalidatietraject weer aangegaan. Mm-hmm. En zijn we met die spalken gaan werken. Dat is heel vervelend voor je hoofd. Okay. Als je natuurlijk andere weggetjes gaat zoeken voor nieuwe functies... Mm-hmm. dan mm-hmm. kunnen er ook wel eens andere dingen uitvallen. Dus wat er bij mij dan gebeurde was dat... dat ik resultaat kreeg bij de functies in mijn hand, maar dat er andere functies weer gingen wegvallen, dus dat mijn benen wat moeilijker ging lopen, dus mijn lijf die ging andere wegen zoeken om de functies weer terug te krijgen, maar dat betekende wel dat de energie gaat dan ten koste van andere functies. Aha. Dus ik moest daar dan elke keer, als ik een traject had gedaan van een paar weken, moest ik weer een aantal maanden rusten voordat ik weer verder kon gaan met een ander traject. En zo heb ik dat een aantal jaar na elkaar gedaan. En in 2018 kwam ik er dan achter dat er nog een ander traject was. En zo ga je elke keer stapjes verder. Dus op een gegeven moment heb ik dan gedacht van, nou weet je, als ik mezelf daar zo bij kan helpen en andere mensen die weten soms het pad niet of die hebben misschien zoiets van, ja weet je, dit is het. Ja, een lijf heeft heel veel mogelijkheden. Ja, maar we hadden ook nog een filmpje volgens mij van jou en die spalk. Ja. Daar gaan we nu heel even kort naar kijken. Het is volgens mij ook maar een kort filmpje. Ja, dit is een minuut denk ik. Ja. Je vindt het heel netjes. Ja. Of wel? Je hand mag, hè? Knip die er ook maar af. Daar heb je niet veel over meer, denk ik. Nee, denk het ook niet. Ja,
weer een beetje ophoven. Langzaam. Ik heb op 60, van 50 naar 60. Ja. Dat is heel raar. Jij zei net, je hebt heel veel meegemaakt. Je hebt heel veel ook zelf uitgevonden. In, hè, wat er beschikbaar is, wat zou er beschikbaar zijn voor jou. Ja. Je krijgt natuurlijk een mededeling van een arts. Ja, je moet er maar mee leren leven. Ja. Als ik jou zou beluisteren, heb jij je daar niet bij neergelegd? Nou nee, daar leg ik me ook niet bij neer. Nee. Weet je, het is een groot verschil tussen helemaal alles functioneel kunnen gebruiken en tussen alleen maar bepaalde functies kunnen gebruiken. Dus of je je hele hand dicht hebt, of dat je bijvoorbeeld deze functie kan gebruiken, of dat je hem ondersteunend kan gebruiken. En de ondersteunende functie is er altijd wel geweest. Alleen echt de functies met de vingers, die heb ik in de laatste 10 jaar toch nog redelijk ontwikkeld. Dus ik blijf altijd verkondigen, als je zelf wil en als je bereid bent om bepaalde dingen ervoor te doen. Stappen en ook andere dingen voor te laten. Dan zal je altijd kleine stapjes verder komen. Maar en dat is dus eigenlijk mijn instelling wel. En mijn instelling was altijd wel van maak van je diepste pijn je grootste kracht. En vanmiddag is daar een nieuwe bijgekomen. Dat je van je shit je hit kan maken. Dus ik hou die er heel erg mooi in. Ik gebruik die in mijn bedrijf, wat ik in 2019 gestart ben. Goed, in 2019 ben jij dus gestart met je eigen bedrijf. Ja. Dat vind ik sowieso ook heel, naast je vastberadenheid, je doorzettingsvermogen om die situatie van jongs af aan nu, tot nu zeg maar, hè, het altijd maar moeten doorzetten om ergens te komen, vind ik sowieso al heel bijzonder dat jij op dat moment zegt van, en ik ga nu naar de Kamer van Koophandel en ik ga mijn eigen bedrijf starten. Ja, omdat het lastig is om in het normale bedrijfsleven ertussen te komen en om dan de uren te kunnen maken die je kunt maken, heb ik besloten van, nou weet je, als ik voor mezelf begin, kan ik de uren werken die ik kan werken op de tijden dat het voor mij uitkomt, dat ik mijn energie heb. En dat was voor mij de beste oplossing. Maar ik denk dat jij in jouw eigen bedrijf ook heel veel te geven hebt. Je zei net zelf, heb je een hit gemaakt. Ja. Dat vind ik een fantastische uitdrukking om te laten zien van, ja, je bent gewoon, ja, gewoon een doorzetter natuurlijk. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook met jouw ervaring ook heel een hoop mensen helpen. Ja, nou ja, en daarom ben ik voor mezelf begonnen. Hè. Ik heb het stukje wat in mijn bedrijf heel belangrijk is het leren luisteren naar je lijf. Nou, als jij luistert naar je lijf, dan ga jij die dingen doen die goed zijn voor je lijf. En kun je ook leren om het zelfgenezend vermogen van je lichaam weer te heractiveren. Want meestal door alle omstandigheden in de wereld werkt dat niet helemaal meer goed. En wat dat betreft focus ik me daar op ondernemers, maar ook op particuliere mensen. Dus ondernemers die naar hun bedrijf of naar hun lijf luisteren, waardoor ze dingen mogen uitbesteden. Daar fungeer ik voor als virtual assistant. Dus ik neem administratieve werkzaamheden over. Ik probeer dingen te regelen, dingen uit handen te nemen. Dat is makkelijk, ja. En dat kan soms maar gaan om een uurtje per week of 2 uurtjes per week. Maar dat zijn voor mij juist die leuke dingen die ik kan oppakken. Wat voor een ander misschien eigenlijk te weinig is, is voor mij precies genoeg. Ja. Maar je vertelde mij dat je ook de werknemers van de ondernemers kunt ondersteunen. Ja, ik heb in mijn leven natuurlijk heb ik ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En dat is het ondersteunende stukje bij maatschappelijk werk en bij schuldhulpverlening. Dus daar heb ik heel veel ervaring mee. Ik weet wat voor financiële stress op een lijf kan hebben. En ik weet ook uit ervaring dat als jij rust hebt in je financiële status of in jouw financiële balans, dat heel veel rust kan geven in je lijf. Heel veel rust kan geven in je hoofd. En daardoor weet ik dat als jij financiële stress hebt, dat jij als werkgever jouw werknemer daar ook heel goed in kan ondersteunen.
Is het ook eigenlijk niet een, ja, een taak? Is het natuurlijk niet, maar is het eigenlijk niet ook een stukje verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf om zijn werknemer daar een beetje bij te helpen? Nou, ik vind dat als je een goede werkgever bent en jij ziet dat je werknemer niet lekker functioneert, dat je daar natuurlijk aan bij kan dragen. En er zijn heel veel manieren om dat te doen. Er zijn heel veel werkgevers die natuurlijk persoonlijke trajecten aanbieden, die potjes hebben, zodat werknemers die trajecten kunnen aangaan. Maar dat is dan gericht op de persoonlijke groei. En je ziet niet heel erg vaak dat het stukje financiën daarin meegenomen wordt. Ja, dan zeggen ze al heel erg gauw, ga daar maar voor naar een gemeente of ga daar maar voor naar een budgetbeheerder of een bewindvoerder op die manier. En ik vind dat als jij een klein stukje ondersteuning kan bieden in het in balans brengen, want dan hoeven er nog niet eens te veel schulden te zijn of te veel shit, laat maar zeggen. Maar als jij daar een stukje balans in kan brengen, kun je die stress al wegnemen, waardoor ze veel meer zich op het lichamelijke stuk kunnen richten en daarin verder kunnen gaan. Ja, maar een, weet je, een werknemer heeft natuurlijk, je kan natuurlijk als werknemer ook het gevoel hebben dat je wel aanwezig bent, maar dat je eigenlijk niet aanwezig bent. He, je bent er feitelijk niet. Ja, eigenlijk ben je gewoon afwezig. Je bent er wel, maar je bent er eigenlijk ook weer niet. Je levert eigenlijk niet de prestatie die je zou willen leveren. Ja. Nou ja, of misschien zou moeten leveren. Ja. En dat kan natuurlijk al, denk ik, ten grondslag liggen aan financiële onrust. Ik bedoel, de huidige tijd is er natuurlijk naar met de hoge prijzen van energie en benzine en dergelijke. En naar alle waarschijnlijkheid natuurlijk ook, hè, zoals de verwachting is, dat de voedingsprijzen natuurlijk omhoog gaan. Ja. Dat geeft natuurlijk voor een hele hoop mensen best wel heel veel stress. Ah ja, nou, en dat heeft een effect op je presteren als medewerker, als werknemer van een bedrijf. Ja. Waardoor, ja, zeker als je natuurlijk in een bedrijf zit, in een productiebedrijf of in een bouwbedrijf en je bent niet scherp, kunnen er eigenlijk ook ongelukken gebeuren. Ja, en het hoeft maar zo simpel te zijn dat je struikelt over een stoeptegel. Ja. Nou ja, en dat is dus hetgene waar ik mensen van bewust wil maken. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers natuurlijk. Is van het feit dat als je chronische stress ervaart, of wel heel veel stresssituaties, dat daar heel veel dingen aan te grondslag kunnen liggen. Nou, en je hebt heel veel ingangen waarop dat aangepakt wordt. Nou, en ik pak dan meestal de financiële ingang. En dan ga ik gewoon met de werknemer kijken wat we kunnen doen. Maar niet alleen op het stukje financiën, maar daarnaast ook op het stukje mindset. Op het stukje wat kun je voor je lijf doen om toch die rust te ervaren. Hè? Ik weet natuurlijk als geen ander hoe je je rust in je lijf terug moet krijgen. En ik ben de afgelopen jaren er wel achter gekomen dat heel veel lichaamswerk, dat gewoon heel erg goed werkt. Ja, en dan heb je natuurlijk de gewone dingen, meditatie, bewegen. Ik neem zelf bijvoorbeeld koud water baden om mijn lijf een soort prikkel te geven, waardoor die eerst heel erg in de stressstand gaat en dat je daarna juist heel goed in je ontspanning kan gaan. Okay. Mijn lijf heeft dat nodig. Niet elk lijf heeft dat nodig, maar mijn lijf wel. En zo kijk ik samen met degene die ik tegenover me heb, wat het belangrijkste is en waar ze tegenaan lopen. Dus dat gebeurt echt stukje voor stukje. Ja. Of stapje voor stapje. En elke keer kom je weer een stapje verder. Dus het is een heel proces. Niet alleen van je mind, maar ook van je lijf. En dat werkt samen. Dus eigenlijk doe jij bij dit soort werknemers eigenlijk gewoon maatwerk. Ja. Oplossingen geven. Ja. Het is geen standaard vooruitgeschreven training, als ik dat zo hoor. Maar jij kijkt gewoon puur naar de persoon die daar zit, met de situatie die persoon om zich heen heeft, om te kijken van, oké. En wat heb je nu nodig? Wat heb je nodig om hier uit te komen, maar ook er blijvend uit te komen? Ja, maar weet je, een ontwikkeling is ups en downs. Ja. En daarom heet mijn bedrijf ook Creatief in Ontwikkeling. Want creatief zijn, is gewoon niet één rechte weg. Maar er zitten heel veel bochtjes in en er zitten heel veel dalen in. Soms diepe dalen en soms hele hoge toppen. Maar het is nooit één rechte lijn. En dat is creatief zijn voor mij sowieso niet. Creatief zijn is gewoon alle mogelijke paden benutten die je kunt benutten. Die kunt vinden om verder te komen. Ja,
En is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Ja. En gaat het dan rechtsom weer niet, gaan we weer linksom. En dan komen we er. Je had het net ook in je, dat je in de, je vrije tijd, je vrijwilligerswerk, een stukje schuldhulpverlening daarin bijgestaan hebt, zeg maar. Ja. Is dat wat jij nu ook doet of kan doen voor andere mensen? Schuldhulpverlener is natuurlijk een redelijk... daar heb ik wel mijn papieren voor. Mm-hmm. Maar ik vind het altijd het leukste om de mensen in het traject ernaartoe te begeleiden. Het echte, pure schuldhulpverleningstuk, dat je echt met de, dat je echt in overleg gaat met schuldhulpverleners. Ja, dat laat ik over aan de, niet dat ik geen professional ben, want ik heb wel mijn papieren ervoor. Maar jij hebt je voorkeur maar voor het traject ervoor. Maar ik heb mijn voorkeur om het traject ervoor te doen, omdat je daar veel meer in kan bereiken als puur het schuldhulpverleningsproces. Want ja, daar zit natuurlijk een heel traject vooraf, zeg maar, voordat je überhaupt op dat punt komt te staan. Daar ben je niet vandaag of morgen. Dat traject, dat loopt al veel langer natuurlijk. Dat ligt eraan aan je eigen groei. Ja. En of je natuurlijk bereid bent om dingen te veranderen of om dingen op te pakken. En je hebt ook de mogelijkheid dat mensen op een bepaald punt zeggen van, nou kan ik even niet meer, nu moet ik gewoon even blijven staan. Ja. Ja, en dan pak je het op een volgend punt weer op. Dus groei en ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, stappen zetten. Uitdagingen aangaan zijn natuurlijk allemaal onderwerpen, kreten die eigenlijk overal in terugkomen bij jou. Ja. Niet alleen vanuit jezelf, vanuit je eigen ervaring. Maar dat is denk ik wat jij bedoelt met van je shit en hit maken, is dat je die dingen zelf ervaren hebt en het nu zodanig ten dienste stelt van andere mensen om andere mensen daarmee vooruit te helpen. Ja. Ja. Dat is wel heel bijzonder, vind ik persoonlijk. Ja, voor mij is het niet meer als normaal. Want wat ik kan, kan een ander ook. Ja. Ja. Ik vind jouw verhaal zo bijzonder. Ik ben er ook heel sprakeloos over. Dan denk ik, goh, hoe kan het zo zijn dat dat inderdaad zo... dat het zo gekomen is. Dat dat zo... dat het zo... Eigenlijk, het lijkt een hele positieve weg te zijn. Ja, dat is het ook. Maar voor sommige mensen denk ik dat ze dat wel heel heftig vinden als ze natuurlijk horen dat jij natuurlijk op 3,5-jarige leeftijd natuurlijk een herseninfarct hebt gehad met de benodigde nasleep daarvan, om het dan zomaar even te noemen. Ik bedoel, dat is voor sommige mensen natuurlijk heel, heel lastig. Maar het feit dat jij hier nu gewoon zit als, ja, niet lullig bedoeld, maar als gewoon functionerend mens met een eigen bedrijf. Ja, maar dat, ja, weet je, dat is wat ik naar de buitenkant uitstraal. Maar dat wil niet zeggen dat ik, als ik thuis ben, dat ik dan ook niet mijn moeilijke momenten heb natuurlijk. Nee, ik maar bedoel, geldt dat niet voor iedereen? Nee, nou, dat bedoel ik. Wel eens niet mijn moment. Nee, ja. Dus wat dat betreft denk ik dat dat ook wel geldt voor iedereen. En wat je naar buiten uitstraalt, ik probeer zoveel mogelijk naar buiten uit te stralen dat als je echt wil, dat je alles kan. Maar ook ik lig wel eens op een bank en dan denk ik van, Jezus, hoe moet ik nu verder? Vandaag heb ik gewoon eventjes mijn dag niet. Je vertelde me net, je hebt natuurlijk veel gezocht en zelf moeten zoeken naar de voor jou, ja, wegen, oplossingen, alternatieve manieren of andere manieren van het ondersteunen van je lichaam. Mm-hmm. Je hebt ook een klein apparaatje. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Ja, dat is, ja, tuurlijk. ik weet hoe mijn lijf werkt. Mm-hmm. En ik vind ontwikkeling voor mijn lijf vind ik altijd heel erg interessant. Dus als ik nieuwe dingen tegenkom, dan ben ik net een soort spons en wil ik daar heel veel van weten. En in 2019 kwam ik ook, raakte ik in contact met frequentietherapie. En ik ben dat voor mezelf gaan gebruiken. En frequentietherapie zorgt er eigenlijk voor dat de frequenties in je lijf, want je lijf bestaat uit frequenties, mm-hmm. Dat je die in balans kunt houden. En als je soms te veel hebt gedaan, dan zijn er een aantal frequenties die uit balans zijn. En dan gebruik ik mijn partner in crime, noem ik het altijd. Gebruik ik dan en dan komen de frequenties van mijn lijf weer terug in balans, waardoor ik weer verder kan functioneren. Oké. Okay.
Ja, dus dat is een van de dingen die ik ook gebruik als ondersteuning. Als mensen daarvoor openstaan. Niet heel veel mensen die zijn daarvan op de hoogte. Maar ja, er worden wel steeds heel veel mensen worden er meer bewust over hoe het lijf in elkaar zit en hoe het lijf functioneert. En tot op het kleinste stukje zijn we natuurlijk allemaal frequenties. En daar kun je een heleboel mee. Ja, tot zover had ik nog enigszins opgelet tijdens de biologieles van vroeger. Daarna is de rest aan mij voorbij gegaan, zou ik maar zeggen. Ja, nee, dus, ja, dus meestal hè, bij iedereen. En maar uiteindelijk hebben we natuurlijk een wereld vol met informatie, een internet vol met informatie, natuurlijk, waar je natuurlijk gelukkig nu steeds meer kunt vinden, waardoor je natuurlijk ook op zoek kunt gaan naar alternatieven voor jezelf op het moment dat je denkt van dit is niet iets wat voor mij werkt. Dit is een ander stuk. Ja. Ja, dit is inderdaad een foto van jou met je... Ja, met mijn kleine apparaatje. Je partner in crime. Ja, klopt. Ja. En daar ondersteun ik andere mensen mee. En soms geef ik voorlichting erover. En leg ik uit wat het doet met je lijf. En ik vind het gewoon echt heel leuk, want het ondersteunt mijn lijf heel erg. Dus dan, dan kan het dat voor bij een ander ook doen. Wat voor mij werkt, werkt ook voor een ander. Dat vind ik nou zo mooi aan jouw verhaal. Is dat je uit je ervaring inderdaad weer van die shit, je hit gemaakt hebt natuurlijk. Om daar andere mensen nu ook mee verder te helpen. Dat vind ik zo bijzonder dat je daarvoor ook dat besloten hebt om dat gewoon voor jezelf te gaan doen. Ja. Maakt het een heel mooi... voor mij maakt het een heel mooi verhaal. Nou, ja, dankjewel. Zijn er nog dingen die jij aan het geheel wil toevoegen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb alles verteld wel wat ik wil vertellen en wat ik kan vertellen over mezelf. Nou, mooi. Ja. Dat is helemaal fijn. Ja. Ja, Françoise, ik vind het ontiegelijk mooi, bijzonder. Je kan nog wel veel meer van dit soort woorden op gaan noemen... voor jouw situatie, zeg maar. Ik heb daar echt wel heel veel bewondering voor. Dat jij... Dat jou overkomen is. En dat jij hier nu zit. Met slechts een spastische arm. En dat vind ik echt wel zo'n bijzonder. En ik hoop ook inspirerend verhaal. Ik hoop dat voor de kijkers ook een inspirerend verhaal is geweest. Voor mij in ieder geval wel. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer.